In deze video ga ik je laten zien hoe je van kleur kan wisselen in tunisch haaksteken. Ik ga verder met mijn proeflapje in de tunische basissteek. Dus we beginnen weer met het opnemen van lussen. Nu wil ik wisselen van kleur. Knoop simpelweg de volgende kleur vast. Dat kan met een enkele knoop of een dubbele knoop. En ik haal mijn steek op met een nieuwe kleur. Ik heb nu 5 steken in okerkleur en 5 steken in petrolkleur. Leg nu eerst je bolletjes wol in de juiste volgorde voor je op tafel. De draden zijn nu niet gekruist. Maak een omslag. De eerste keer ga je door 1. Daarna ga je door 2 steken. Omslag door 2. Omslag door 2. Omslag door 2. Nu zijn we op het punt gekomen dat we gaan wisselen van kleur. Daarvoor haal je de werkdraad naar rechts. De andere kleur komt onderdoor. En ik hou de werkdraad vast. Terwijl ik een omslag maak en door 2 draden heen haal. Omslag door 2. Zoals je kunt zien liggen mijn draden nu in de knoop. Ik laat ze zo liggen, want in de heengaande naald gaan ze vanzelf weer uit de knoop. Ik begin weer met het opnemen van lussen. Kijk hoe je draden liggen en kruis ze simpelweg weer terug. Nog een toer. Omslag door 1. Omslag door 2. Door 2. Door 2. En nog een keer door 2. We zijn weer bij onze kleurwissel. Dus de werkdraad eroverheen. De nieuwe kleur eronder door. En houd de werkdraad vast met je rechterhand. Omslag door 1. 2. Omslag door 2. Omslag door 2. Omslag door 2. En nu liggen mijn draden weer in de knoop.